nou niet zo'n morning, want ik heb al ontbeten en mijn hele kamer overhoop gehaald en YouTube-video's gekeken om mezelf af te leiden. Ik ben mijn SD-kaart kwijt met de vlog van vandaag en de vlog van morgen. Dus de reis naar Koh Tao en mijn eerste dag op Koh Tao. Gelukkig, kan ik je alvast geruststellen, was er niet zo heel veel boeiends gebeurd. De reis was vermoeiend, want ik ging, ja, weet je, om 6 uur 's ochtends weg. Ik was op tijd, veel te vroeg. En toen ik aankwam was het, ja, ik was zo kapot. Dus ik ben gewoon maar een middagdutje gaan doen en later wel gaan zwemmen. En de volgende dag ben ik ook gaan zwemmen. Op zich leuk, maar niet, zeg maar, de vlogs van bijvoorbeeld de beach of andere highlights of whatever. Dus kijk, het is natuurlijk niet leuk dat ik die SD-kaart kwijt ben. Maar het is niet dat ik een moment kwijt ben waarvan ik denk, oh my god, ik vind het zo erg dat ik je dit niet wil laten zien. Dus dat is een geruststelling. Wat ik ga doen, het is vandaag gewoon maandag. Dus wanneer je deze vlog ziet, dit was afgelopen maandag wat er is gebeurd. Daarmee ga ik gewoon, weet je, deze vlog vullen, la la la. Morgen krijg je van mij een sport en voeding Q&A in plaats van een vlog. Zaterdag krijg je een video met de inhoud van mijn toilettas. En zondag en maandag hebben we dan even geen vlogs. Want dat had ik ook opgenomen. Dat ik gewoon heel even tijd voor mezelf wilde. We waren alweer aan het einde van de 21 dagen eigenlijk, morgen. Maar ik ga je natuurlijk niet achterlaten op Koh Tao. Dus weet je, ik begin dan dinsdag weer met vloggen. En dan heb je alleen zondag en maandag eventjes geen vlogs. Maar dat zou je sowieso al niet hebben. Al had ik zeg maar alles op mijn SD-kaart nu niet kwijt en zo. Het regent hier trouwens pijpen stelen. Super grijs. Dit is de kamer. Ik heb een private room met een gedeelde badkamer en een gedeeld toilet. Wat op zich wel prima is. Kijk, ik heb het bed ook verschoven en alles op zoek naar de SD-kaart. Maar ik kan hem gewoon niet vinden. Ja, weet je. Het is niet alsof ik weer mijn pinpas kwijt ben of zo. Ik vind het kleurtje trouwens echt super chill. Het doet me denken aan de zee. Mijn kinderkamer had vroeger ook deze kleur. Een beetje dat mintgroene. Kijk, die balk is ook zo. Love it. Mijn plan was eigenlijk om vandaag te gaan rondscooteren en naar het strand te gaan. Naar Mango Beach. En ja, het schijnt gewoon heel leuk te zijn om hier rond te scooteren. Maar dat gaat natuurlijk niet als het keihard regent. Dus waar ik nu zin in heb. Ja, zin. Ik ben geen sportfanaat, maar ik heb echt zin om even een workout te doen. Dit begint echt. Ik begin echt op Mr. Bean te lijken. Dit is echt niet normaal. Weet je wat ik... Weet je wat ik kwijt ben? Ik ben mee... Dat kleine, zeg maar, dingetje... waar mijn ondergoedjes in zaten. En mijn sport-BH's dus. Ik weet niet waar het is. Dit is echt niet normaal. Ik dacht dat ik het per ongeluk in zeg maar, de waszak had gedaan, want ik moest mijn was meteen wegbrengen toen ik hier was. Maar het zit niet zeg maar, in de geretoneerde was. Het is echt... Wauw. Ik moet naar huis voordat ik alles kwijtraak. Dat is echt niet normaal gewoon. Oké. Ik moet een workout gaan doen waarbij ik niet hoef te springen. Oh trouwens, check hoe cool. Finding Nemo op de koelkast. Ik ben even serieus. Weet je wat het is? Soms als er dingen misgaan, dan raak ik gefrustreerd. Maar als er heel veel dingen misgaan, dan word ik gewoon melig. Dan vind ik het gewoon vet grappig. Echt een soort van... ja, gewoon dam en dammer. Unbelievable. Oké, workout time. Oké, nog maar 5 keer dit. Yay! Ik heb het overleefd. Wauw, ik wou na de tweede set gewoon niet verder. Ik voel me zo slap. Weet je wel, meestal heb ik nou een workout. Het is al gaan trainen. Yes, yes. Meestal heb ik nou een workout wel weer energie, maar nu ben ik echt helemaal drained. Maar goed, als de zon gaat schijnen, gaan wij op de motorbike op Koh Tao toeren. Weet je wat ik me trouwens net bedacht? Wat we wel missen, is het moment dat ik erachter kom dat ik 10.000 abonnees heb. Door Manon. Die me mentionde in een van haar vlogs. Ja, ik bedoel, ik zou nooit op die 9.000 überhaupt zijn gekomen als ik niet de hulp van Masha had gehad. Daar niet van. Dus Mash, love you. En Manon, love you too.
Thank you. Oh, wacht, maar ik had dus een dansje gedaan om te vieren dat we nu met 10.000 zijn. 10.000 mensen, weet je hoeveel dat is, hè? En die ga ik nu nog een keer doen. Check deze gigantische papaya salade. Ik heb gevraagd of ze er extra tofu bij konden doen. En ik heb een bananenshake. Yummy. Woehoe, we hebben weer een ride. We gaan op stap. Rollen maar. Let's go. I'm a break you down. Wow. Everybody say that my swagger. This is my time, I'ma come in now. Welcome to my hood, I wanna be the one. My music is so good, how you feeling now? Wow, dat laatste stukje was echt geen kattenpis. Ik ben blij dat ik heel veel ervaring heb opgedaan in Uluwatu, want anders was ik hier echt doodsbang geweest. Maar het ging nu wel goed. We gaan even proberen te zwemmen, want dit blijkt een privéstrand te zijn. Dat om 5 uur sluit. Nee, dat doe ik niet aan. Oeh, pareil, tu m'as vu à la télé. Mais j'ai pas changé, je suis toujours dans ma banlieue fêlée. J'installe mon leadership dans le game, appelle-moi Pelé. Cro-cro-cro de speed, chevalier ailé. Yeah, pour te canner, pas besoin de te frôler. Ton flow est erroné, le mien s'est fait couronner. La technique vient de YGI, viens nous dédécorer. Comment sur le beat, y'a tactique, on va tout dévorer. On fait du bif, on fait nos cookies. Nous on mâche, mâche, pendant que toi tu smith. Pèse mon niveau sur la balance, 1000 kilos. Gros loup de la terre, t'as qu'à demander. Voor het geval je afvraagt, hey Yves, ga je nog duiken of zo? Of je paddy halen of iets? Nee, heel simpel. Ik heb er geen zin in. Weet je wat het is? Sommige mensen zijn zo gek op duiken. Maar ik ben gek op bergen. En voor mij is duiken een beetje hetzelfde als zwemmen. Ik haal er zeg maar net zoveel plezier uit. Ik heb het 1 keer gedaan in Tenerife, zo'n fun duik en zo. En het schijnt hier heel tof te zijn en alles, maar ik weet niet. Ik voel hem gewoon niet. Dus deze keer ga ik niet duiken. Misschien, ik sluit het natuurlijk nooit uit. Misschien vind ik het volgende keer wel heel leuk. Maar voor nu ga ik gewoon lekker zwemmen. En misschien nog snorkelen of zo. Ik zie dat hier heel veel visjes zitten. Dus nee. Dat gaan we niet doen. Ik vind het zand trouwens zo mooi. ASMR lovers, deze is voor jullie. Ik voel zelf nooit ASMR dingen, maar ik vind het wel grappig. Teamsong van vandaag is trouwens... I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm gonna work harder, keep on surviving. Na, 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 na. En de reden dat dat de teamsong is, is omdat we die weg weer op moeten. Oh, dat wordt weer een avontuur. Wow, 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 wow. Avondeten met geroerbakte cashewnoten en groenten natuurlijk. Beetje rijst erbij. En een lemongrass shake. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Dit is zo lekker. Oh, dit is echt een dope masker. Dit is echt heel vet. Look at me! Ik ben een panda! Dit is echt zo tof. Trouwens, ik had natuurlijk in mijn vrijdagvlog... had ik uitgelegd, die ik nu kwijt ben, waarom ik dit aankomende weekend niet had gevlogd. En de reden daarvoor is dat ik een introvert ben. Dat wist ik niet, totdat ik mijn burn-out kreeg en naar de psycholoog ging. Maar ik heb me altijd al
raar gevoeld, om het zo maar te zeggen. Omdat ik soms gewoon heel erg de behoefte heb om me helemaal terug te trekken, met niemand te praten en echt even in mijn eigen wereldje te zitten. Dat is meteen ook het grootste verschil tussen een introvert en een extrovert. Een introvert laat zijn batterijen op als hij alleen is. En een extrovert haalt zijn energie uit, ja, samen zijn met andere mensen. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik vroeger bijvoorbeeld als Nadine en een vriendinnetje, dan zag ik ze zo aankomen lopen en ik was een boekje aan het lezen, dat ik achter de bank dook omdat ik de deur niet open wilde doen. Ik hoopte dan dat ze dachten dat ik niet thuis was, omdat ik gewoon mijn boekje wilde lezen. En ik voelde me altijd zo raar, want ik dacht, hè, hoe kan het nou? Want ik vind het superleuk om met mensen om te gaan en te kletsen en bla bla bla. Maar ik heb gewoon soms even die me-time nodig. En toen was ik echt letterlijk de eerste sessie, geloof ik, bij de psycholoog. En toen zei ze, oh, dus je bent een introvert. En ik denk, hè, wat? Ik heb echt heel lang gedacht dat ik heel raar was en dat ik misschien geen social skills had. Of dat ik maar een bepaald aantal mensen in mijn leven kon hebben, omdat ik anders geen energie had voor meerdere mensen. Dus ja, dat is de reden waarom ik dat weekend niet had gevlogd. Ik had gewoon eventjes tijd voor mezelf nodig. Deze blije panda heeft tijd nodig voor zichzelf om die blije sparkling panda te blijven. Ik ben nu gewoon eventjes aan het chillen. Ik ga zo Stefan bellen. Het is 11:15, zie je? Het wordt steeds vroeger. Weet je, eigenlijk zou morgen, dus wanneer jullie dit zien, zou dag 21 zijn. En dan, nee, schrik niet. Ik ga niet weer dingen vragen. Ik weet dat jullie het leuk vinden omdat ik vlog. En ik vind het ook leuk dat ik vlog. Dus ik ga gewoon verder, zoals ik vanochtend al zei. Aanstaande dinsdag komt dan weer de eerste vlog van een week geleden online. Wat je nu ziet, dit is... Dus jullie zien het op donderdag, maar dit is afgelopen maandag gebeurd. Door het hele gedoe met die SD-kaart, bla bla bla. Maar ik dacht, weet je, I'm not gonna let you down. Ik plaats gewoon een vlog eerder, maakt even niet uit. Krijg je wel verwarring over dagen en zo, maar boeia. Anyways, morgen dus een video over sporten en voeding. Zaterdag een video, of zondag, moet even kijken... over wat er in mijn toilettasje zit. En dan zitten jullie alleen zondag en maandag zonder een vlog. En dan dinsdag is er weer een vlog van een week geleden, om het zo maar te zeggen. Maar dat ga ik dus morgen doen en morgen filmen. Kan je alvast verklappen? Ik ga weer naar hetzelfde strand als vandaag. Het was zo prachtig. Als je dus ook eerder op de hoogte wil zijn waar ik ben, of als je me misschien tips wil geven in real time, dan moet je me echt even volgen op Instagram. Want dat is gewoon up-to-date. Dat is wat ik vandaag heb gedaan. En dit is gewoon een week geleden over het algemeen. Nu dus niet. Anyways, dankjewel voor het kijken. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, misschien is dit de eerste video die je ziet. Misschien, weet je, zoek je mijn kanaal af en toe op. Maar denk je van, hè, verdorie, ik wil toch ook niks missen. Dan moet je eventjes abonneren. Gewoon één keer hierop klikken en dan ben je geabonneerd. En dan krijg je alle vlogs gewoon automatisch binnen. Hoef je daar niet verder naar om te kijken. Welterusten en ik zie je morgen weer.